Je hebt hier met de andere boerinnen eigenlijk al tamelijk intense dagen achter de rug. Wat doet dat met u of met uw familie of omgeving? Ja, dat heeft eigenlijk heel veel teweeg gebracht. Vanmorgen hadden we afgesproken dat ze één tekening ging meegeven, mijn kinderen. Ik heb er een hele bak mee. En een brief van de dochter, dat ze mij het beste wens, dat ik sowieso al de mooiste boerin ben. Kijk, je ziet het. Supermooi, hè? Dat is aandoenlijk. Als moeder, natuurlijk ben jij voor hen de mooiste boerin. En zo is dat zeker. Je bent thuis eigenlijk een heel bezige meid. Vertel eens iets meer over jullie activiteit op bedrijf. Wij hebben een gemengd landbouwbedrijf dat bestaat uit vleesvarkens, akkerbouw, droge groenten en intensieve groenteteelt met een hoevenwinkel. De intensieve groentewinkel en de hoevenwinkel is vooral mijn hoofdzakelijk. Mijn hoofdding. Hoe zie je daar er dan uit? Ja, ik zorg ervoor dat alles in mijn winkel raakt. Ik doe de serres, ik doe de kleine teelten. Ik wil eruit het winkelrekken halen, ik zorg voor de thuisverkoop. Het is echt wel een bezige ding. En wat, als je dan in al die taken of in al die dingen die je doet elke dag, wat vind je zo mooi aan je job? Wat vind je de mooiste eigenschap daarvan? Wel, ik haal daar heel veel voldoening uit als de mensen zien van waar hun voeding komt. Onlangs plaatste ik eens een filmpje van hoe wij oogsten voor de versmarkt en dat zette ik op Facebook. En duizenden reacties kwamen en veel mensen kwamen in de winkel en stonden verbaasd van doe jij dat zo? Is dat zo intensief? Ik stond daar versteld van, ja mannetjes, dat raakt me vanzelf in die bak. Dat, ja. Iets speciaals toch aan jullie bedrijf, of toch een beetje een nevenactiviteit, is de imkerij. Wat, allez, voor de man in de straat, of misschien zelfs heel veel mensen hier in de zaal, een bij, maar waarom is dat zo belangrijk voor de aardbeien? Voor de bestuiving. Wij hebben een heel goede bestuiving nodig in de aardbeien. Als we dat niet hebben, hebben we misvormde aardbeien. En daar zijn we ook niet gelukkig mee. En de imkers liggen ook niet zo voor het rapen. En de bijenboten hebben het ook elk jaar moeilijker en moeilijker. Voor de natuur zijn ze ook heel goed. Onlangs las ik een anekdote aan Einstein. Die heeft ooit beweerd dat eens het bijen uitgestorven zijn, dat de mensheid nog 4 jaar heeft te leven. En dat waren redenen genoeg om met mijn zoon die cursus te gaan volgen en om van daarvoor te gaan. Ja, dus eigenlijk samen met de familie eigenlijk een mooie neventak beweerd. Mooi. Moest jij nu als schoonste boerin ambassadeur worden voor de sector? Wat zou jij graag of welke rol zou jij opnemen? Ik zou alleszins al duidelijk maken aan de mensen. Alles wat Vlaamse voeding betreft, alles is traceerbaar, alles is veilig. Ieder stukje dat op de mensenbord komt, kan weerlegd worden dat veilig is, dat gezond is, dat veilig is. Geef alle controles ondergaan. Ze hoeven geen schrik te hebben, ze hoeven geen vreemde dingen tegen uit andere landen. Kies voor Vlaamse producten. Dat is een hele mooie slogan, daar zullen we misschien best mee afsluiten. Dankjewel, Ilse, dat was heel mooi. Geef ze een mooi applaus.